Naarmate uw vaardigheid groeit, zullen er momenten zijn waarop u de workflow voor DVD-authoring wilt aanpassen. In dit geavanceerde hoofdstuk over schijf-authoring leert u hoe u zelf een DVD maakt zonder de hoofdstuk-wizard te gebruiken. Laten we een nieuw schijfproject maken. Selecteer Bestand, Nieuw en daarna Schijf. Zet deze twee video's neer op de tijdlijn-track. Laten we vervolgens dit hoofdmenu gebruiken en het in de menulijst neerzetten. We hebben twee video's die we willen koppelen via deze twee links. Eén link heet Film afspelen. En de andere Scène selectie. Omdat dit menu rechtstreeks een links naar onze video's bevat hebben we geen tweede menu nodig en daarom moeten we de namen veranderen. Laten we hiervoor de knopcyclus gebruiken. Klik eenmaal om te markeren en wijzig de naam van de eerste knop naar Movie 1. Schakel naar de tweede knop door op de pijl te klikken en geef deze knop de naam Movie 2. Toen we het menu hebben neergezet, hebben we het eerste hoofdstuk automatisch gekoppeld aan de eerste filmclip. En de functie terugkeren is ook aan het einde van de film toegevoegd. Laten we deze knop handmatig koppelen door de tweede link in het afspeelvenster te slepen naar de tweede filmclip om hoofdstuk 2 te maken. U kunt ook een niet gekoppeld hoofdstuk maken op de plaats van de afspeelkop door te klikken op de knop. Niet gekoppeld hoofdstuk maken. U kunt de niet gekoppelde knop dan slepen naar de tweede link in het afspeelvenster. Zo simpel is het. Wilt u een intro-video toevoegen die voor het menu wordt afgespeeld, laat het eerste hoofdstuk dan later starten. De video en audio in de intro-sectie worden dan voor het menu afgespeeld. U kunt uw menu ook aanpassen in de menu-editor. Klik op de knop Bewerken onderaan het afspeelvenster. Zodra de menu-editor is geopend, kunt u indien nodig nieuwe knoppen toevoegen, tekststijlen aanpassen, muziek toevoegen, achtergronden wijzigen en meer. Laten we de achtergrond wijzigen. Het achtergrondvulvak vindt u onderaan het deelvenster instellingen. Vervolgens openen we foto's in de mini bibliotheek. Klik op de pijl en selecteer foto's. Laten we deze selecteren en neerzetten in ons achtergrondvulvak. Klik op OK wanneer u klaar bent om uw DVD te maken. Uw eigen zelfgeprogrammeerde DVD maken in Studio was nog nooit zo gemakkelijk. Hallo, ik ben Paul Holtz van Class on Demand. Dit hoofdstuk heeft u een idee gegeven van het creatieve vermogen en de flexibiliteit van Pinnacle Studio 16. Als u meer wilt leren en uw eigen films wilt maken met de bekroonde Pinnacle technologie. Die door miljoenen gebruikers wereldwijd wordt vertrouwd, ga dan nu naar de Pinnacle website en bestel de Complete Training voor Pinnacle Studio 16 van Class on Demand. Namens Pinnacle en Class on Demand bedank ik u voor uw aandacht.